Nee! Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video. Yo mensen, ik ben van op snel met vandaag een nieuwe voetbal naar Victoria voor jullie. Ik wil je enorm bedanken voor de support op de vorige aflevering, want er meer dan 6000 likes, wat echt insane is. Als je de video ook eens kunt liken, zou het super awesome zijn. Vandaag hebben we de crossbar challenge. En zoals jullie weten, ja, ik kan het niet zo goed voetballen. Dus heb ik een extra hulpsteuntje meegenomen. Namelijk de echte pink shirt. Er staat een linkje in de beschrijving waar je ze kan kopen. Er komen ook truien aan, omdat het natuurlijk nu winter wordt. Dus kan je een pink trui bestellen. Super awesome. Links in de beschrijving. In ieder geval, hoe werkt deze aflevering? Het is vandaag dus de crossbar challenge. En wat we gaan doen, we beginnen op een 90 rated, net zoals de vorige keer. Ik heb nu 2 personen bij me, namelijk Boris en Stijn. Wat we gaan doen, ik schiet een bal, probeer op de lat te schieten. Daarna schiet een van hun, dan schiet ik weer, schiet weer een van hun, et cetera, et cetera. Schiet ik er een op de lat, krijg ik er 2 bij. Schieten zij er een op de lat, gaan er 3 af. Ah, ik vind mezelf zo goed dat ik er meer, bij ga afgaan. In ieder geval, als ik 3 keer op de lat heb geschoten, is het klaar en die rating mag ik dan toevoegen. In ieder geval, laten we maar gaan beginnen. Ik ben klaar voor en hopelijk mag ik een mooie rating toevoegen. Let's go. Allereerste schot. Ja, het gaat wel lukken, denk ik. Nu gaat dus Boris schieten en daarna schiet ik weer en daarna schiet Stijn. Jullie snappen het nu wel inmiddels. Voor de mensen die denken dat we allemaal heel slecht zijn, is niet zo. Er staat gewoon heel veel wind, dus daar ligt het aan. En de bal is ook niet echt lekker. En het goal is ook niet helemaal recht voor mij. Ja, de zon is ook veel. Kut, Nederland. Oh. Ik dacht die hitte. Zo close hè die bal. Extra views. Oh. Oh, what the fuck? Hey. Volgens mij mag ik de lat niet raken. Die zat eigenlijk op de lat, maar toch niet. We zijn echt heel erg slecht. Ja, die raakte hem. Hitte je? Je hoort hem, ja, die raakte hem. Even een shout-out. Ik heb geen idee of hij hem raakte. Nu zie je het wel in de herhaling. Doe een replay, ik hoorde hem. Ja, die raakte hem. Mij schaamt hij hem. Dit is wel een beetje stom, ik sta nu op 87. Als hij hem raakt, dan sta ik nog op 90. Het zit echt niet mee, het zit echt niet mee. Huh? Ja! Oh! Lekker Stina power. Ik sta nu op 84 en ik moet nog 3 keer scoren. Dit is echt drama. En een heel slecht idee. Oké okay, jongens, tot nu toe ben ik mijn shot niet echt geluk, dus ik ga nu met vest open spelen. Hopelijk werkt dat. Ja, ongelooflijk, wat een heerlijk balletje. Ik sta nu op 86, wat super nice is. Oké, als ik nu gewoon 2 keer lak raken, sta ik gewoon weer op 90 en mag ik echt een zieke speler toevoegen. Die was echt ongelooflijk close, maar ja, hij raakte niet. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Dit is harder schieten. Nummer 2. Fuck.
ja. Let's go, hij schoot hem. Hij was duidelijk te zien. Ik hoef er nog maar eentje, jongens, nog maar eentje. Lekker boys. Gay! Zo gay! Oh nee! 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 Holy shit! Oh, wat de... Oh, doe dit nog. Ja, hij doet het nog. Ik wou het echt nog. Ping. Ik heb het gedaan, mensen. De rating die ik gehaald heb, zie je hierboven. Het ging niet zo heel erg goed, maar uiteindelijk ben ik best tevreden met het resultaat. Onze Stijn bedanken en zie ik straks bij het FIFA gedeelte. Tot zo. Ja mensen, daar ben ik dan met dus het team en ik heb dus een 81-rated speler gekozen. En die speler is niemand minder geworden dan in vorm Shaqiri, echt een ongelofelijke beast. Voor de mensen die me al wat langer volgen, in FIFA 15 had ik een serie dat heette Pack Power en daar packte ik in vorm Shaqiri. En ik vond hem echt de beste speler uit het spel, dus ik hoop dat hij nu weer zo goed is. Jullie weten hoe het werkt, als ik de wedstrijd win mag ik Shaqiri voor altijd in mijn team houden. Speel ik de wedstrijd gelijk, dan moet ik Shaqiri weggeven aan een van jullie. En verlies ik de komende wedstrijd, moet ik Shaqiri discarden en dat wil ik natuurlijk niet. Laten we een potje gaan zoeken. En hopelijk kunnen we gewoon winnen en hem houden, dat zou gewoon het beste zijn. We hebben een tegenstander gevonden, dit is zijn team. Als jullie niet te goed, is jullie niet te goed. 100 chemistry. What the fuck. Oké, okay, gaat een heel mooi potje worden met een full bronze team. Oh. Kop, Bolassi. Oh, Bolassi, doe het. Bolassi. Ja, Bolassi met 1-0. Let's go. Hoppa, full bronze team. Met twee zieken in vorm natuurlijk wel. Tegen zijn team, ik sta gewoon 1-0 voor. Wat ben ik een ongelofelijke beest. Heerlijk gaan naar Bolassi dit. Hop. Speel het bos in. Ongelooflijk domme sliding ook. En schiet hem lekker binnen. Bolassi. Echt een beest. Nee, dat is heel zonde. Ja, lekker. Kabiri. Daar kom je niet langs, hè. Nee, kom je niet langs. Kom je gewoon niet langs. Nee. Nee, de game is geglitcht. Dit meen je niet. Oh, hij doet het. Holy shit, what the fuck. Normaal glitcht hij dan, dan kon je gewoon een hele potje niks meer doen. Ik was al klaar om te leaven, maar hij doet het ineens. Beter dat ik niet even wegloop was om even wat lekkers te pakken. Hop. Nee. Ja, dat scoort hij. Fuck. Heel zonde. Ah. Oké, okay, 1-1. Oh nee, kom op. Fuck. 4-5 was in vorm wel een cam, dus dat was wel nice. Hop, Shaqiri gaat hij. Shaqiri niet stoppen. Shaqiri, het voelt zo erg als fucking FIFA 15. Shaqiri, oh mijn god. Wat een heerlijk goal. Shaqiri is weer terug en ik hou er echt van. Oh, wat een beast. Kijk eens een heerlijke actie. Het is net Ronaldo. Hop, hop. En gewoon een kruising. Hop, geen kans voor keeper. Oh, nee, nee. Nee. Oh, zo dom. Oké, okay, kan gebeuren. Oh, mijn god. Dit is zo mijn eigen fout. Ik had moeten weten dat ik niet ver uit kon gooien. Oh, fuck. 2-2. Dom. Aanval. Nee. Naar de keeper. Kom weg. Oh, Kabiri. Oh, nee. Ik zat er weer achter. Dat is ook zo onterecht. Oh. Nou, ik sta dus nu 3-2 achter. Als ik zo doorga, moet ik me... Shaqiri discard, dat wil ik echt niet. Wat doe je nou vervelend? Jongen, je hebt 3 kansen. Shaqiri. 3-3, let's go. Shaqiri. Yes. Hij is zo goed. Dat gaat helemaal nergens om. Hij is gewoon even goed als in 4-15. Shaqiri. Wat doet hij? Wat is dat nou? Hij staat er weer in de weg. Dat was een schot. Kun je nagaan? Oh mijn god. Oh mijn god. Wat deed deze gast? Ging hij rennen met zijn keeper in de 94ste minuut. En dan heb ik de bal voor open goal schiet op de paal. Maar gaat hij via Mathieu in. Ik heb gewonnen. Let's go. Bolassi blijft van mij. Oh, kom ik echt zo ongelooflijk goed weg. In ieder geval mensen, ik heb gewonnen. Dat betekent, Bolassi blijft van mij. Shaqiri blijft natuurlijk van mij.
Shaqiri heeft ook 2 keer gescoord, wat super nice is. Dankjewel Shaqiri. In ieder geval mensen, hoop ik deze video leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet dan zeker niet te liken. Ja, 2 is rood tegen 6, hartstikke terecht. In ieder geval zeg ik, like je gewoon niet de volgende keer. En ik zeg doei. Later. Can you trust me?